Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Jongens, we hebben waarschijnlijk allemaal wel eens op de middelbare school, op de basisschool of thuis spelen.nl gedaan. Ik denk dat iedereen spelen.nl kent. Je had spelen.nl, je had spelletjes.nl, je had speeleiland, je had funny games. Dat waren al die websites waar je als kind, of misschien jij nu nog steeds, dat kan allemaal, want het is gewoon een hele leuke website. Waar je altijd op aan het chillen was, wanneer het eigenlijk niet mocht. Bijvoorbeeld tijdens de les op de basisschool, of misschien wel tijdens de les op de middelbare school, dat kan natuurlijk ook. Het is in ieder geval een website met vele verschillende soorten spelletjes. En daarom leek het mij een leuk idee om weer eens een keer die nostalgie, oftewel die verleden tijd, terug te halen in mij. En gewoon weer eens een keer een video te maken waarin ik random spelletjes ga spelen op spelen.nl. Vind je dat nou leuk? Doe dan natuurlijk even dat blauwe duimpje omhoog. Want als je namelijk een blauw duimpje omhoog doet op deze video, heb je 10 jaar geluk in je leven. Maar doe je geen blauw duimpje omhoog, heb je 10 jaar ongeluk. Hey, je hebt het me nu horen zeggen, dus je moet nu wel een like doen, anders heb je 10 jaar ongeluk. In ieder geval jongens, laten we gaan beginnen. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik heb eigenlijk nooit echt veel op spelen.nl gezeten de afgelopen tijd. Dus ik ga gewoon een beetje rondkijken wat ik leuk vind. Of wat mij leuk lijkt in ieder geval. Laten we spelen Dumb Ways to Die Adventure. Ik ben heel benieuwd. Let's go. Silly Ways to Die Adventure. Oh shit. De audio is fucking hard. Ik ga dat even uitzetten. Ik weet niet wat we moeten doen. Oh, we moeten opnieuw beginnen. Wat moeten we doen? Oh shit. Wat is dat moeilijk? What the fuck? Je moet heel snel. Oh, je moet gewoon springen. Oké, je moet springen. Oké, duidelijk. Oké. Je moet dus over dingen heen springen, jongens. Oh my god, jongens. Dit is fucking moeilijk. Ik zie het nu al wel. Oké, spring. Of sla. Sla met de hamer. Oké. Dus je moet heel snel. Oh, dit is zo moeilijk. What the fuck? Je moet heel snel schakelen. Hier moet je bijvoorbeeld springen. Oké, dit hebben we gehaald. Super chill. En dan moeten we hier moeten we met hamers gooien. Oké, duidelijk. En wat moeten we hier... Oh, 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 oh. Oké, dit is moeilijk. Dit is spannend. Wat moeten we hier doen? Oh, snel. Oh, dit is zo moeilijk. Je moet... Oké, weet je, fuck dit spel. Dit is echt... Dit geeft je gewoon de definitie van stress. Oké, als je dit speelt... Als je dit speelt... En je weet niet wat je moet doen. En het moet allemaal zo snel. Word je gewoon helemaal gek. Oké, je wordt echt gek. Je wordt helemaal gek. We gaan iets anders doen. Alsjeblieft, we gaan iets anders doen. Oké, jongens. Wie dit spel niet kent, heeft of geen jeugd gehad. Of geen basisschool met een computer. Want dit, jongens, is natuurlijk run voor run of run 2. Of hoe je het ook noemt. In dit geval heet het run 3. In dit spel moet je proberen niet dood te gaan. Je moet tegen muren aanlopen. En je moet over gaten heen springen. Want alleen op die manier kan jij in leven blijven. Er zijn verschillende soorten levels. Ik geloof dat je echt iets van 100 levels hebt in dit spel. En ik kan me zo goed herinneren, jongens, dat dit op de basisschool echt mijn spelletje was, hè. Ik speelde dit spel letterlijk al fucking tijd. En ik weet niet precies. Oh, dit is een andere vorm ervan. Want in mijn jeugd. Of in mijn. Ik wil zeggen in mijn jeugd. Maar ik ben nog helemaal niet zo oud. Ik ben pas 17. Maar toen ik het speelde, was het namelijk zo dat je niet van dit soort rare stenen dingen had die naar beneden. Maar toen had je zeg maar echt alleen die gaten. Maar dit is ook run 3. Waarschijnlijk speelde ik op de basisschool altijd deel 1 of deel 2. Maar in ieder geval jongens. Oh, dit is altijd zo spannend. Want je moet namelijk uitkijken. Want als je niet uitkijkt, dan ga je dood. Oké. Okay. Oh, dit is echt super spannend jongens. Even serieus. Oké, wat je dus moet proberen. Is je moet proberen zoveel mogelijk levels te passeren. We zitten nu in level 5. Er zijn echt super veel levels. En je moet dus tegen muren aanlopen. Je moet niet tegen muren aanlopen. Je moet over dingen heen springen. Je moet niet over dingen heen springen. Het moet allemaal op de juiste momenten jongens. Het is heel erg spannend. Het is heel erg moeilijk. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk. Oké, even kijken wat we hier moeten doen. Oh jongens. Jongens, dit is echt insane gewoon. Oh shit, wat ben ik allemaal aan het doen, jongens. Wat ben ik allemaal aan het doen. Ik moet zeggen, ik ben nog in één keer dood gegaan. En het is echt alweer, voor mijn gevoel, een eeuwigheid geleden... dat ik voor de allerlaatste keer zo'n runspelletje... oftewel zo'n renspelletje als dit heb gespeeld. En ik had geloof ik de hele tijd mijn cursor in beeld van mijn muis. Het spijt me. Ik moet maar weer een keer een muisval kopen. Oké, dat is echt de meest slechte grap die ik had kunnen maken. Dat heb je geloof ik ook heel erg vaak op Google afbeeldingen... en dat soort slechte grappen websites. Dan zie je zo'n computer met zo'n letterlijk echte muis, weet je wel. Daarnaast is het gewoon echt debiel. Oké, jongens, let's fucking go. We zijn alweer in level 8 uitgekomen. Oftewel, we doen het goed. Alleen ik zie momenteel wel echt super veel gaten. Dus het wordt nu wel een stukje moeilijker. Ik ben sowieso niet echt een fan van. Oh shit, raids spelletje. Zou ik nog raids? Ik bedoel rage games. Oftewel games waarin je heel erg snel boos wordt op je computer. Omdat het namelijk niet werkt zoals je hoopt dat het werkt. Een van de vervelendste spelletjes waar ik gewoon echt niet tegen kan. Dat is Unfair Mario. Maar Cap Mario heb ik dat ook mee. Dat is echt fucked up gewoon. Dan moet je namelijk elke keer moet je bepaalde dingen doen. Maar je denkt dat je ze op een bepaalde manier moet doen. Maar die bepaalde manier die klopt dan niet. Omdat het namelijk gewoon een fucked up spelletje is. Geloof me jongens, dat haat ik. Ik moet zeggen, dit is echt fucking makkelijk. En wat de fuck is dit voor level? Je kunt hier namelijk gewoon dit doen, toch? Oké, nevermind. Ik neem mijn woorden terug. Oké, dus wat je hier moet doen, is je moet gewoon een beetje voorzichtig blijven. Want, dus, oh shit. Oh, het valt vanzelf weg. Ik zie het nu pas. Oh shit, jongens. Oh shit, oh shit, oh shit. Dit is moeilijk. Oké, jump en jump. We hebben het gehaald. You unlocked the skater. Oh, ik heb een nieuw mannetje unlocked. Oh, je kunt, wow, je kunt heel veel mannetjes unlocken. Oké, ik heb de skater heb ik unlocked, jongens. Oké, cool. Nou, let's go. We gaan door. Oh, kunnen ook. Oké, nou, we gaan gewoon door. Let's go. We zijn momenteel aangekomen, jongens, in level 10. Oh, wacht, het wordt wel. Het gaat fucking snel nu. Even serieus. Het gaat echt fucking snel. Oh, wat? What the fuck, jongens? Het gaat fucking snel in één keer. Net ging het allemaal heel langzaam. En had je echt alle tijd om een beetje na te denken en shit. En nu, what the fuck? Het gaat
fucking snel. Ik ben geen magier. Oh my god, jezus, hé. Dit is bizar dit. Even serieus, hoor. Dit is even serieus. Wel een beetje raar dit, hoor. Een beetje raar. Oké, kom op. Let's go. We hebben het gehaald of niet? Ja, we hebben het gehaald. Oké, level 12. Ik ben DutchTuber, jongen. Ik weet hoe dit moet. Ik heb geen eens een tutorial nodig voor dit soort spelletjes, jongen. I got this, yo. I fucking got this. Het spelletje wat ik vroeger altijd meespeelde op de basisschool, dat was 100% zwaarden en sandalen. Ik heb een achievement gehaald, schijnbaar. Zwaarden en sandalen, dat was dat spelletje dat je eigenlijk gewoon in de... Waar je eigenlijk gewoon in de middeleeuwen moest vechten tegen andere zwaarden op sandalen. Niet tegen andere zwaarden, weet je. Ik kan geen commentary geven bij dit soort dingen. Dit is hetzelfde als een commentary geven bij Minecraft TNT. Want dat is gewoon echt gewoon fire, dat kan niet. Je wordt helemaal para gewoon hiervan. Even serieus, kijk dan. Je moet op zoveel dingen tegelijkertijd gefocust zijn dat je eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer hebt in het spel. Of eigenlijk niet meer in de video. Je wil eigenlijk gewoon het fucking spel spelen. Maar dan besef je in één keer dat dat niet kan. Want dat zou heel raar zijn als je een video opneemt en je gaat alleen maar op het spel gericht zijn. Dan kun je beter een gameplay video maken in plaats van een commentary. Hup, en jump. Oké, level 15. Oh shit. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Het is dat ik DutchTuber ben, anders was het niet gelukt. Oké, dat klinkt heel arrogant. Oké, dat klonk echt alsof ik gewoon klaar kwam terwijl ik aan het poepen was. Kan dat? Je kunt niet klaarkomen terwijl je poept. Als je klaarkomt, dan span je aan. En dan als je poept, dan laat je los, toch? Waarom praat ik over klaar? Oké. Ik weet wat ik aan het doen ben soms, jongens. Soms heb ik van die momenten in mijn leven dat ik het zelf ook allemaal niet meer weet, oké? Neem me die momenten alsjeblieft niet kwalijk. Die zullen jullie vaak zien op dit kanaal. Oh, dit is zo moeilijk, jongens. Even heel serieus. Dit is gewoon echt bijna niet te fucking doen. Ja, ik heb het gehaald. Oké, ik heb het gehaald. Oké, ik ben blij. Ik ben heel blij, want ik heb het namelijk gehaald. Juist, jullie zagen het. Oké, oh shit. Oh shit. Oké, rustig. Oké, jongens, rustig. Ik ben Job. Ik kan dit. Hoop ik. Weet ik niet. Ik ga het proberen, denk ik. Oké, en hier tegenaan. Of dat hoeft niet eens. Ik heb het al gehaald. Level fucking 20. Oké, dit is... Oh, dit is moeilijk. Oké, ik weet hoe dit moet. Je gaat zo. Dan ga je zo. En dan spring je zo. Ah, kijk eens aan, jongens. Dit is toch hartstikke te doen allemaal. Het wordt momenteel groen. Zie ik dat nou goed, jongens? Wordt het groen. Is helemaal goed, jongens. Ik stress hem nergens om. Het gaat allemaal nog zoals ik het wil. Eigenlijk niet. Eigenlijk gaat het helemaal mis. Nee, het gaat helemaal niet zo mis. Ik bedoel, ik ben tot nu toe maar iets van 10 keer dood gegaan. Terwijl we al in level... Welk level zijn we? Level 40 of zo? Oh, level 23. Oké, level 40 is dan misschien... Oké, dit wordt een kut level. Even serieus. Dit wordt echt een kut level. Ja, dit is een kut level. Weet je hoe... Ik zie geen eens een vagina in beeld. Maar ik weet gewoon al dat dit een kut level is. Dat kan ik gewoon zien. Gewoon aan de hele opzet van dit level. Heel weinig van die vlakjes. Maar wel een heel lang level. Dus dan moet je het allemaal helemaal perfect doen. Oh, jongens, ik weet hoe ik dit moet aanpakken. Nee, eigenlijk weet ik dat niet. En dat is ook het hele probleem waardoor het gewoon niet lukt. Ja. Ah, ik heb het gehaald. Oké, level 4 en fucking 20. Oké, jongens, het was de bedoeling dat ik meer spelletjes zou spelen in deze video. Maar ik heb denk ik weer mijn verslaving gevonden. Oftewel, het spelletje met deze rare alien die door de ruimte heen rent en eigenlijk ook geen idee van wat hij doet. Net zoals ik wanneer ik een wiskunde-examen maak. Ik meen het, jongens, het wiskunde-examen heb ik gewoon meer verneukt dan gewoon twee ouders die een kind maken. Die neuken namelijk ook. Alleen ja. Ja, ik maak de wiskunde. Dus, ja. Oké, never mind. Oké, dit is even serieus heel fucked zo. Oké, nee. Oké, wacht, ik weet hoe die moet. Je springt hierop zo. En als je dan hier... Nee, oké, ik weet hoe die moet. Ik ben Job. Tuurlijk weet ik. Zo, ja. Spring. En dan spring je... Weet je, fuck it. We gaan een ander spelletje spelen. Let's go. Oké, jongens. Over jeugd gesproken. Over fucking spelletjes gesproken die ik vroeger vaak speelde. En die waarschijnlijk jullie ook allemaal wel kennen. Bubble fucking Trouble. Jongens, als er een spelletje is waar ik herinneringen bij heb, dan is het dit spelletje. Echt, ik speelde dit spel kapot, jongens. Ik speelde dit altijd met een vriend in de klas. En ik vond het altijd helemaal leuk. En ik weet nog wel dat ik dit was gewoon echt mijn spel. Dit spel speelde ik ook altijd bij mijn opa en oma, weet je wel. Toen ik daarna ging chillen vroeger. Dat was allemaal heel erg leuk. Toen had ik nog helemaal geen YouTube kanaal. Maar het was het gewoon achter de computer duiken. Dat was toen nog zo'n hele dikke Windows XP computer. En dit was dan zeg maar een soort van GTA 5 op de computers van nu. Dit was dan echt zeg maar het spelletje wat iedereen speelde. En ik heb dit spel geloof ik nog nooit uitgespeeld. Want het is op zich. Ja, ik weet niet of je dit überhaupt kunt uitspelen hoor. Daar niet. Ik ben dood. Ik weet niet eens of je dit kunt uitspelen. Maar wat eigenlijk gewoon de bedoeling is. Is het heel simpel voor de mensen die het niet kennen. Jullie hebben geen jeugd gehad. Nee, grapje hoor. Maar voor de mensen die het niet kennen. Wat je eigenlijk gewoon moet doen met dit spel. Is je moet niet dood. Wat de fuck doe ik? Waarom ga ik zo vaak dood? Ben ik nou serieus zo slecht geworden in de tijd dat ik dit niet heb gespeeld? Wat je eigenlijk gewoon moet doen. Is je moet simpel gezegd gewoon alle balletjes kapot maken. Het klinkt heel saai. Maar geloof me jongens. Het is heel leuk om te doen. Tenminste, ik vind het heel leuk om te doen. Ik vond het vroeger al leuk om te doen. En ik vind het nog steeds een heel grappig spelletje. Dit zijn gewoon van die typische spelletjes die je gewoon speelt. Wanneer je niks beters te doen hebt in je leven. Wanneer je gewoon je schoolhuiswerk af had vroeger. En het was gewoon zo van, nou weet je, niemand kon buiten spelen. Nou, dan ging je dit doen. Of ook wanneer mensen wel konden buiten spelen. Ging je alsnog gewoon lekker naar binnen, weet je. Want fuck, buiten spelen toch? Ik bedoel, buiten spelen is gewoon skeer. Buiten spelen is gewoon niet meer de shit. Terwijl, ik kan me herinneren dat er. Heb ik. Ja, ik heb eigenlijk vanaf mijn hele jeugd. Heb ik eigenlijk gewoon al. Toen
toen ik uit school ging chillen met ja, dan noem je dat nog spelen bij elkaar. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Was dat alsof, ja, kom je bij me spelen? Ik weet niet of dat bij jullie ook zo was op school. Maar ik heb maar een hele korte periode meegemaakt dat we naar buiten gingen. En al snel was het zo dat we allemaal naar binnen gingen. En dat we gingen computer spelen en zo. Bij mij speelden we altijd dit soort spelletjes dus. Maar soms spelen we ook wel eens een keer GTA. Ik mocht dat toen helemaal niet spelen. Dus ik speelde dat altijd stiekem bij een vriend. Dat was GTA San Andreas. Nee, dat was GTA Vice City was dat. Dat was zeg maar de voorganger van GTA San Andreas. In ieder geval genoeg over jeugd en GTA en dingen die ik niet mocht spelen. Maar toch lekker deed omdat ik gewoon scheid had, net zoals nu. Nou, nu mag ik wel alles spelen hoor. Maar ik bedoel, ik heb nu ook heel veel scheid aan heel veel dingen. Oké, let's go jongens. We komen uit bij de grotere ballen. Eigenlijk is het sowieso heel raar om hier een commentary bij te geven. Want wat doe je eigenlijk in dit spel? Nou ja, je maakt ballen kapot, weet je. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Oké, kom op. Oh shit, oké, lukt het allemaal nog? Ja, het lukt allemaal nog, jongens, hop en hop. Nou, zoals jullie kunnen zien, jongens, we gaan inmiddels alweer naar level fucking 6. Dit level kan ik me nog heel goed herinneren. Dit is namelijk zo'n level waar, zeg maar, de muur naar beneden komt. Waardoor je een beetje snel moet zijn voordat je in je kont genomen wordt door de muur. Boom, I fucking got this, yo. Het is heel lang geleden dat ik dit voor de laatste keer heb gespeeld. Oké, laat maar, ik wil net zeggen, maar tot de dag van vandaag ben ik er nog steeds goed in. Maar dat neem ik toch maar een beetje terug. Kijk, zoals jullie kunnen zien, het gaat redelijk. En hop, hop, hop. Zo, let's fucking go. Dan gaan we momenteel naar level 8 toe, jongens. Het wordt moeilijker nu. Tenminste, ik denk dat het nu moeilijker wordt. Ik weet het niet. Ik denk dat het nu moeilijker wordt, maar ik weet het niet zeker. Want ik heb het dus, zoals ik al zei, al echt voor een eeuwigheid niet meer gespeeld. Ik heb nog één leventje over, jongens. Dus we moeten een beetje voorzichtig doen. Oh, kijk uit, Job. Kijk uit voordat je doodgaat. Ga ik het uithouden met één leventje? Ik denk het wel, toch? Ik ben Job. Dat moet er gewoon kunnen. Oké. Als het goed is, kan ik, als ik zo doe, kan ik er uiteindelijk eentje tegen het plafond aan laten botsen. Dan heb je een combo. En nu heb ik geld. En ik heb nu... Wat heb ik nu eigenlijk allemaal opgepakt? Zo, oké. Snel, Job. Snel. Kijk uit dat je niet doodgaat. De ballen willen je pakken. De ballen. Ik wou eigenlijk zeggen de magische ballen, maar ja, de ballen zijn niet bepaald magisch. Ze doen niet bepaald veel in plaats van alleen mij een beetje irriteren door mijn kant op te komen. En ik moet fucking snel zijn. Oh shit jongens, het gaat nog allemaal helemaal volgens plan. Het gaat nog allemaal helemaal volgens plan. Maar dit waren dus zeg maar echte spelletjes die ik speelde voordat ik zeg maar games ging spelen zoals GTA op de PlayStation 2 en PlayStation 3. Dan moet ik zeggen dat ik GTA op de PlayStation 2 toch altijd wel de leukste GTA vond. Gewoon GTA San Andreas en GTA Vice City. Toch wel echt de basic shit zeg maar. Oké, kom op, ik pak alles erbij jongens, dat hartstikke goed. Ik moet eigenlijk nog niet die rode pak, want als ik nu die rode pak, word ik helemaal in mijn kont genomen. Dan komen ze namelijk alle kanten op zometeen. Oké, jongens, het gaat goed. Ik bedoel, kijk, ik ben gewoon helemaal op dreef. Ik kan het nog helemaal, na zo'n lange tijd dat ik het niet heb gespeeld, kan ik het nog steeds en lukt het nog steeds. Ik bedoel, dat is hartstikke mooi en ik ging alweer bijna dood. Want altijd als ik zeg dat ik iets goed doe, dan gaat het helemaal mis. Dan wil de karma mij weer bewijzen dat het niet zo is. Fuck jou, karma. Jullie kunnen me niet pakken. Vanuit jullie. Het is denk ik eerder een jij. Het is een 1-1 iemand ding of zo. Oké, we hebben wel veel tijd voor dit level op zich. Dat is ook weer zoiets, hè. Het gaat met tijd, jongens. De tijd die zien jullie door middel van die balk zeg maar in beeld. En het is dus de bedoeling dat je binnen de tijd alle balletjes kapot krijgt. Oké, nu wordt het moeilijk, jongens. Nu wordt het echt fucking moeilijk. Even serieus. Hup. 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 Oké, nice. Dat ging wel lekker. En nu moet het op zich wel lukken. Wacht, ik ga proberen nog zo'n combo te maken. Als goed is kunnen we dat nog een keer voor elkaar krijgen. Oh shit. Wat is dat? Dat is een extra leven. Nice. Ik heb een extra leven gekregen, jongens. Het werd me gegund. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Nu. Ja, oké. Nu ben ik gewoon een graf voor mezelf aan het maken. Het is altijd zo in het spel, jongens. Je moet het heel voorzichtig aanpakken. Anders ga je namelijk dood. En als je doodgaat, is het niet zo leuk. Want doodgaan is zeg maar niet zo leuk en zo. Dat heb ik uit onderzoek gezien of zo. Oké. Snel. Snel, jongens. Oh, er komen nu zoveel balletjes op mij af, hè. Dat is even serieus niet normaal. Oh. Oh, ik heb een schild. En ik heb dit. Daarmee kun je, geloof ik, sneller schieten. Oké, snel. Oké, ja, ik ben dood. Dit is echt gewoon niet te doen. We gaan door naar het volgende spelletje. Oké, jongens. We gaan het spel spelen Zoo Doctor, oftewel een dierentuindokter. Ik heb dit spel nooit eerder gespeeld, dus ik heb ook geen idee wat ik kan verwachten. Maar ik zou zeggen, let's go. Als allereerst moeten wij dit karakter kiezen. Dat is namelijk een wolf. De andere twee karakters die zijn nog niet beschikbaar. Ik denk dat dit een panda is. En ik denk dat dit een krokodil is of zo. Ik heb geen idee waar de krokodilreferentie vandaan kwam, want ik zag namelijk helemaal niks. Maar we beginnen natuurlijk met stage 1. Wat we moeten doen is... Oh, wat zielig, jongens. Deze fucking wolf is helemaal de tering ingeholpen. Oké, dit is voor dit. Dat is voor de puistjes of voor de andere rare bultjes. Het doet hartstikke veel pijn bij hem. Zoals jullie kunnen zien. Hij is helemaal aan het huilen. Nou, dat hebben we nu gedaan. Vervolgens gaan wij dit doekje gebruiken om even, ja, hem een beetje schoon te maken natuurlijk. Want hij zit helemaal onder de modder door alles wat er gebeurd is. Dat is helemaal niet leuk. Dat is hartstikke vervelend. En daarna gaan we door met dit. Dit is iets... Ik denk dat je hier... Wat moet je hiermee doen? Oh, dit is... Oh, dat is voor de luizen. Ah, ga weg. Stomme luizen. Stomme parasieten. Stomme lelijke harige dingen. Ik haat harige dingen. Ik haat harige dingen. Oké, even kijken. Hier heb ik iets. Ik weet niet wat je hiermee moet doen. Dit is om deze dingetjes mee uit te pakken. Oké, dat gaan we snel doen, jongens. Want ik vind het hartstikke vervelend. Dat er allemaal rare stekels in haar buikje zitten. Dat is natuurlijk vervelend en zo. Hé, er zit hier nog eentje, hoor. Ik weet niet. Hier, pak hem eruit. Hier. Hé, er zit er nog eentje. Hier. Oh, goed zo. Nou, zoals jullie kunnen zien. Nice work. We zijn klaar. Next fucking level. Hebben we nu een nieuw karakter? Of moeten we gewoon met hetzelfde diertje weer naar een ander stage? Oké, we moeten met hetzelfde diertje naar een andere plek toe. Oké, als allereerst. Stop dat ding in je mond. Ja, kutbeest. Ik bedoel, stop dat ding in je mond. Stop dat ding op je lelijke kutkop. Zo. Ik bedoel, stop dat ding op je mooie hoofdje. Dan hebben we dit. Dat is om een beetje zo te doen op een doekje. En dan
dan kun je het een beetje ontsmetten zo. Vervolgens, oh hier is nog een beetje wat we moeten ontsmetten. Ontsmet die shit dan. Hey, hallo, ontsmet die fucking shit. Oké, okay, nice. Vervolgens hebben we dit, dat is voor de ogen. Want ze heeft namelijk bloed in haar ogen. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend en dat gun je niemand. Too hot. Apply, wat? Het is toch helemaal, het doet dan helemaal geen pijn. Niet zo zeuren, maar je moet gewoon blij zijn dat ik hier überhaupt help, kutwolf. Oh, wat moet ik doen? Oh, dit ding. Oké, okay. Ja, oké, okay, rustig. Ja, rustig. Oké, okay. Niet zo stressen. Hier, neem lekker wat vieze roze sap. Of wat dan ook weer is, groen. Hoe kom ik nou weer bij roze sap? En dat is overduidelijk groen. Wat moeten we doen? Oh, oké, okay. Maak ze dood. Oh, ja, oh yeah, ik ben fucking goed hierin. Oh yeah, kijk mij gaan. Nice work, fuck yeah. Ik moet gewoon dierendokter worden. Fuck YouTube. Waarom ben ik überhaupt nog video's aan het maken? Kijk wat ik allemaal doe, jongens. Ik ben fucking goed. Oké, okay, nou, eerst gaan we een beetje al die viezigheid weghalen zo. Vervolgens steken we een naald in de arm. Niet janken, ik ben je aan het helpen, kudding. Oké, okay, wat moeten we doen? Oh, huh? Er is een puzzel. Ik weet niet. Ik ben slecht in puzzels. Ik ben heel slecht in puzzels. Ik ben echt heel slecht in puzzels. Ja, oké. Zo. Oh, oeh, wacht, die zit verkeerd. Hoort het niet zo? En dan zo. Ik bedoel zo. En dan deze zo. Oké, het is niet gelukt. Ik ben echt fucking slecht in puzzels. Even heel serieus nu. Oké, we gaan opnieuw de puzzel doen. Let's go. Eerst even schoonmaken zo. Hoppakeetje. En dan gaan we nu de puzzel doen. Hier, doe de dingen in je arm. Niet huilen, man. Dat is gewoon steroïde. Word je sterk van. Oké, snel. Deze hier. Deze hier. Oké, waar ik zie het al. Deze hier. Deze hier. Deze hier zo omdraaien. Deze hier werkt het. Ja, dit werkt. Zo. Deze hier, denk ik. Inderdaad. Zo. Deze naar boven. Deze hier. Deze hier. Deze hier. Deze hier. Deze hier. Yes, we fucking did it, yo. Vervolgens moeten we er even wat pleistertjes op. En kijk eens aan. We hebben deze wolf weer helemaal blij gemaakt. Ik ben heel trots, jongens. Ik heb het gewoon gedaan. Dit ben ik, Job. Dutchuber, a.k.a. de dierenprofessional. Ik ben gewoon heel erg gespecialiseerd in harige dingen. Ik weet ook niet hoe dat kan. In ieder geval, jongens, ik dank jullie allemaal voor het kijken van deze nieuwe video. Vond je dit nou een leuke video om naar te kijken? Wil je me meer van dit soort random video's zien maken? Waarin ik verschillende soorten spelletjes speel? Doe dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op deze video. Vergeet jezelf natuurlijk ook niet te even abonneren op dit kanaal. Dat is namelijk heel gratis, superleuk. Dus doe dat even. Check natuurlijk ook even de link in de beschrijving voor DutchTuber kleding. Oftewel DutchTuber merchandise. Die is namelijk te koop. Oftewel DutchTuber t-shirt. Super vet. Ik kan zeggen super check, maar nee. Super vet. Check het. Bedankt voor het kijken, jongens, meisjes. Doe dus even een like voor meer video's van dit. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Later, mensen.